Welkom bij BetaalTV, een online programma over betalingsverkeer en digitalisering. Samen met de betaalvereniging duik ik in de ontwikkelingen rondom het betalen aan de kassa, onderweg, op het web en aan elkaar. We hebben dit keer een speciale aflevering opgenomen tijdens het jaarcongres van de betaalvereniging. En dat ging dit jaar over toegankelijkheid. Ik heb de sprekers geïnterviewd op afstand, maar we laten ook zien wat er in de studio gebeurde. Gijs, waarom dat thema? Nou, toegankelijkheid van betalingsverkeer is ongelooflijk belangrijk. Het zit ook in onze missie. We hebben eigenlijk een missie die bestaat uit 4 elementen. Wij staan voor betrouwbaar, veilig, efficiënt en toegankelijk betalingsverkeer, want iedereen moet kunnen betalen. Daarom hebben we ook dit jaarcongres en dat heet ook Betalen zonder barrières. Als we het hebben over toegankelijkheid, voor hoeveel procent van de Nederlanders is dat een probleem? Ja, dat is een beetje lastig om dat zo eenduidig te beantwoorden, omdat toegankelijkheid een heel veel verschillende facetten heeft. Je hebt toegankelijkheid aan de toonbank, mensen die niet kunnen pinnen, maar wel contant willen betalen. Maar je hebt het ook over de digitalisering en de toegankelijkheid van bijvoorbeeld websites en internetbankieren en de bankieren-apps. Dat zijn hele verschillende dingen en er zijn verschillende groepen mensen die daar soms problemen mee hebben. Hoe tevreden ben je eigenlijk over hoe wij het als Nederland doen? Je denkt natuurlijk altijd dat je het heel goed doet, maar je moet ook niet zelfgenoegzaam zijn. Ik kan niet in hele objectieve zin zeggen dat we een 7,5 en de Belgen een 8 hebben. Ik denk, we doen in ieder geval ons best, laat ik het zo zeggen. En dus we gaan eens even kijken naar de compilatie van het jaarcongres. En daarna ga ik aan de sprekers vragen hoe goed wij het als Nederland eigenlijk doen in vergelijking met de rest van de wereld. Het is heel belangrijk dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Het is een online jaarcongres geworden en we gaan er alles aan doen om u ook mee te laten doen. Het virus heeft ons koop- en betaalgedrag vermoedelijk blijvend veranderd. We kopen steeds minder in fysieke winkels en steeds meer online. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen in die verdergaande digitalisering? En dat de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor iedereen gewaarborgd blijft? Het is soms heel lastig te zien hoeveel cijfers je hebt ingevoerd. Dus het kan al zo zijn dat je een extra nul invoert en dus veel te veel betaalt. Dat is echt heel gevaarlijk. En wij denken dat we door het creëren van awareness, van bewustzijn, om het in het Nederlands te zeggen, meer focus en meer kennisdeling, de effectiviteit van de individuele inspanningen van de leden kunnen vergroten. En u heeft massaal gestemd, ook op de stelling die we tijdens de openingsspeech van Locus Hoogtuin hebben voorgelegd. Namelijk, vindt u de afname van contant geld, ja of nee, een zorgelijke ontwikkeling? En het is een kwart van u zegt, ja, dat vind ik zorgelijk en drie kwart niet. Contant geld, dat doe ik dus niet meer. Ik gebruik dat niet meer. Ik ben van de PIN. Men noemt mij wel VIN-PIN. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Nederland is in de regel dan ook goed. Dat blijkt ook uit metingen van de werkgroep toegankelijkheid en bereikbaarheid van het MOP. En het aantal bankkantoren en geld- en afstortautomaten is weliswaar afgenomen, maar het gemak van het digitaal afhandelen van de dagelijkse bank- en betaalzaken weegt daar goed tegenop. Nederlanders zijn in het algemeen dan ook tevreden over hoe het betalingsverkeer functioneert. En mevrouw van Schaik die verkeert in betalingsproblemen. En dat wil niet zeggen dat ze geen geld heeft, maar ze vindt het steeds moeilijker om haar betalingen te doen. Haar man, die was handig met de computer en die deed de bankzaken via internetbankieren, maar hij is helaas dit voorjaar overleden. Haar zoon helpt haar nu, maar ze wil het eigenlijk graag zelf doen. Dames en heren, mevrouw van Schaik bestaat niet echt, die heb ik verzonnen. Maar ze staat wel model voor een grote groep mensen die wel degelijk bestaan en die moeite hebben om mee te komen in de moderne wereld van het digitale betalingsverkeer. Hoe kunnen we deze mensen helpen? Ten eerste ben ik heel blij dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om niet-digitale betaalmiddelen beschikbaar en betaalbaar te houden. En het is belangrijk dat ze dat blijven doen. Onderdeel daarvan kan zijn dat banken en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau samenwerken om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen die geen gebruik maken van digitale middelen. Bijvoorbeeld door het inrichten van neutrale servicepunten. Ten tweede kunnen we meer inzetten op educatie en begeleiding. Een aantal banken verzorgt soms in samenwerking met oudere organisaties
door het land cursussen om hun minder digitaal vaardige klanten online bankieren te leren. Ook zetten sommige banken speciale seniorencoaches in. En ook dat is supergoed en verdient navolging. En ten derde kunnen we de toegankelijkheid verbeteren door al in de ontwerpfase van betaaldiensten mensen in kwetsbare posities te betrekken. En vaak gebeurt dat gelukkig al. Maar het is iets dat we moeten blijven doen waar mogelijk. Ook bij het vinden van oplossingen voor bereikbaarheid en toegankelijkheid geldt: alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. En daarom ben ik ook heel blij dat de betaalvereniging onlangs is gestart met een nieuwe werkgroep. En Lex Hoogduin noemde het al, de werkgroep Inclusiviteit en Toegankelijkheid, de WIT. En ik hoop en verwacht dat deze groep in samenwerking met het MOP een kraankamer wordt van mooie oplossingen om betaalbarrières weg te nemen. Wat de komende jaren ons ook mogen brengen, het is van groot belang dat de betaaloplossingen van nu en die van de toekomst voor een zo groot mogelijke groep bereikbaar blijven. En zodat ook mevrouw van Schaik kan blijven betalen. We gaan even naar wat gebaren. Nou, er is massaal gereageerd, kunnen we wel zeggen. Wat is betalen? Daar gaan we. Je houdt je handen zo en daarna zo. En dit is de beweging. En je moet je zo voorstellen wat mensen vroeger hun biljetjes stelden. Daar komt het gebaar vandaan. Nou, doet iedereen het gebaar, ja. Dat die gebarentaal van Irma Sluis is voor mij dan weer niet echt heel toegankelijk. Bent u de afname van contant geld een zorgelijke ontwikkeling? En daarvan zegt een kwart, ja, dat vind ik zorgelijk. En drie kwart zegt, dat vind ik niet zorgelijk. Mag ik het ook aan jullie vragen, Lex Hoogduin? Zou jij ja of nee hebben gestemd? Nou, ik zou vermoedelijk nee hebben gestemd, maar wel heel veel begrip hebben voor die 25% die zorgelijk zegt. Ik zou hier overigens ook nee hebben gestemd, maar tegelijkertijd vind ik dat we cash wel in de lucht moeten houden, omdat vanwege die mensen die het echt nog nodig hebben om hun betalingen te verrichten. Ja. Maar ook omdat we geen alternatief hebben. Hè. Stel dat er inderdaad een hele grote storing is. Ja. En dan heb ik het niet over een storing van een paar uur, maar echt een hele grote storing in het betalingsverkeer. Dan is dit nog wel de terugvaloptie. Ik hou van smijten met geld, maar ja, je moet wel weten waarheen je smijt natuurlijk. Het probleem was vroeger bij mij altijd natuurlijk die geldautomaten. Die waren allemaal verschillende types voordat ze spraken. Waarbij die knopjes altijd op andere plaatsen zaten. Pincode invoeren, dat lukte eigenlijk uitstekend. Maar het bedrag invoeren, dat was altijd het probleem. Het is mij vaak gebeurd dat ik €500 opnam in plaats van 50. Maar het rare was, het was altijd net zo snel op. Waar moeten we dan aan denken, aan een neutraal surfspot? Want is dat een supermarkt? Is dat een bibliotheek? Nou, ik heb de bibliotheek. De term van meneer Slijpen. Ik kan me voorstellen dat je zeg maar met banken, maar misschien ook met andere maatschappelijke partijen kijkt van kunnen we gezamenlijke servicepunten inrichten, waar mensen terecht kunnen voor verschillende diensten, die nu door bezuinigingen en door allerlei andere ontwikkelingen dreigen te verdwijnen. Oké. Daar was al zeg maar, over het denken en het discussiëren erover ook al een start gemaakt in het MOB. Maar met de huidige ontwikkelingen denk ik dat je daar echt nu gas op moet geven. Om te voorkomen dat we straks een hele groep mensen hebben die afhankelijk zijn van anderen om hun geldzaken te regelen. Kijk, ik zie dit dan voor me dat je het kunt combineren. Dus dat er wel een buddy of een familielid of wat dan ook die wel gemachtigd is, meegaat, maar dat er dan wel contact is met beide personen. Ja. En dan. Want dat is heel belangrijk, hè? Dat je blijft zien dat de persoon waar het om gaat centraal staat. Nee, precies. Want ik heb echt ook wel voorbeelden gehoord van een dochter die met de moeder met dementie naar de bank gaat omdat ze drie keer verkeerd de pincode heeft ingetoetst. Oh, ja. En dat dan het gesprek over de moeder heen wordt gevoerd met. En dan maak je iemand echt niet zekerder mee. Nee, precies. Dus ik denk dat een combinatie van verschillende oplossingen die ook voor mevrouw van Schaik daar straks gegeven zijn, dat wel heel goed kan helpen. Maar het is nog wel een en. Ja, precies. We moeten het niet in plaats van gaan zien. Ik ben Ottilie Westrink en ik ga jullie meer vertellen over het belang van een goed toegankelijke website en digitale producten. Ten eerste omdat het hebben over een hele grote groep Nederlanders waarvoor het internet niet digitaal goed toegankelijk is.
Dit zijn ongeveer 25% van de internetgebruikers die last hebben van een beperking. En dan hebben we het over blinden, slechtzienden, kleurenblinden, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die dyslexie hebben en laaggeletterden. Voor deze groep Nederlanders zijn veel websites niet goed toegankelijk. Mensen die blind zijn maken vaak gebruik van voorleesapparatuur. Of ze gebruiken op hun telefoon een voice-over functie. Ik heb nu een browser voor me openstaan. En ik goochelen nu naar Sushi Arnhem. Ja, hier ben ik dan op de website van Sushi. Schakelknop aan. 11 minuten. Reeks herhalen op iedere maandag. Knop. Opslaan. Ah, dus kopniveau. Ik dacht dat ik net op menukaart bekijken had geklikt, maar ik zie heel veel behalve een menukaart. Deze mensen kunnen dus prima gebruik maken van die voorzieningen, maar dan moet het wel zo zijn dat je website of je app daar ook geschikt voor is. Naast het feit dat je deze groep buitensluit, zit er ook veel voordelen in om je website toegankelijk te maken. Dus je wilt ten eerste deze mensen aantrekken tot klanten. Je vergroot dus je bereik hiermee. Maar ook wil je kosten besparen. Door je website beter toegankelijk te maken, zal je dus minder callcenterbelletjes bijvoorbeeld krijgen. Een ander voordeel is dat je content beter wordt. Zo is 85% van de Facebook-gebruikers kijkt filmpjes met ondertiteling. Door altijd ondertiteling onder je filmpjes toe te voegen, zal je dus deze mensen aantrekken, maar ook je video's toegankelijk maken voor mensen die doof zijn. Ook ben je beter vindbaar in Google en hecht je loyale klanten aan je. Als jij dit wel doet en je concurrent niet, heb je dus een first mover advantage. Ten slotte is het ook goed voor je maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat lijkt me een hele belangrijke reden ook. Met deze hele opsomming hoop ik dat ik jullie gemotiveerd heb om je website beter toegankelijk te maken. De overheid, hè, die moet volgens mij nu al redelijk voldoen aan accessibility in goed Nederlands. Ja, klopt. Wanneer moeten de banken eraan voldoen? Voor zover ik weet is een andere Europese richtlijn die daarvoor geldt. En dat gaat in op, ik meen, 28 juni 2025. 25? Ja. Tot die tijd hebben ze nog. Ja, want de overheid moet het nu al doen. Ja, klopt. Ging dat een beetje makkelijk? Niet altijd even makkelijk. Nee. Met name de organisaties die daar vroeg mee begonnen, die zich een beeld vormden van de toegankelijkheid van hun eigen websites, in kaart brachten van wat ze eraan moesten doen, die hadden daar relatief weinig problemen mee. Maar partijen die daar in een laat stadium eigenlijk pas mee begonnen, kwamen er al snel achter dat er sommige dingen echt wat doorlooptijd hebben. Ja. En niet iedereen was tijdig klaar eigenlijk met het verbeteren van de toegankelijkheid. Ik heb wel een scanner op mijn telefoon, tegenwoordig ook, die spreekt uit welk biljet voor de camera houdt. Maar ja, dat gaat allemaal weer zo langzaam. Nou, toegankelijk betekent dat je het kan gebruiken. Als je als blinde een app kan gebruiken, ja, dan is die toegankelijk. En dat gebeurt door voice, dat gebeurt door labels op de velden. Er zijn allerlei mogelijkheden om te zorgen dat iemand die blind is alles kan horen, zodat hij kan bankieren zoals jij en ik. Je bent natuurlijk iets aan het designen soms. Hè. Digital gaat heel vaak ook over interface, de omgeving. Ja. Die moet aan bepaalde ontwerpcriteria voldoen. Ja. En laten we eerlijk zijn, die worden eerder mooier, strakker, hipper dan dat ze toegankelijker, groter en leesbaarder worden. Is dat niet puur in de design versus de toegankelijkheid? Zit daar niet ook een spanningsveld? Nee. Okay. We hebben in Nederland een vakvereniging voor, dat noemen ze front-end web developers. Ja. De Frontiers. Daar is een onderwerp als toegankelijkheid al vanaf het begin iets geweest van wanneer ben je een goede ontwerper. Dat nou, als je dus iets heel moois kunt maken, precies wat jij zou willen, maar tegelijkertijd ook toegankelijk. Dus een heleboel ontwerpers in Nederland, daar is het al bij verinnerlijkt. Kijk. Maar nog niet bij allen. Ik krijg geen Braille-afschriften meer, maar ik bankier dus nu met mijn smartphone. Met de bankier-app. Die kan ik in Braille en in spraak uitleggen. Ik kan iDeal, kan ik ook doen. Ja, zelfs een tikkie. Dat kan. Zeker. Ik kan dat. De techniek is geweldig. En ik ben buitengewoon blij dat ik in deze tijd
leven. De apps zijn over het algemeen redelijk tot goed toegankelijk. Oké, dat klinkt positief. Ja, dat klopt. Maar niet alle functionaliteit is op de app gebouwd. Ja. Er is ook nog een hoop functionaliteit dat op de website... Dan moet je toch naar die computer. Ja, en die is minder toegankelijk. Nou, wij zijn al enkele jaren geleden begonnen. Wij hebben inclusiviteit en toegankelijkheid wel heel erg goed op de agenda al gezet. Daar zijn wij zeker 6-7 jaar geleden al mee begonnen. Moet mensen, dat soort kleine dingen moet je zorgen dat de mensen die ervaringsdeskundigen zijn, de blinden en de slechtzienden, dat die betrokken worden bij het testen. En bij nieuwe functionaliteit moet je ze zo snel mogelijk in het traject meenemen. Wij kunnen wel zien dat wij tot en met halverwege 2025 hebben. Maar om dat te embedden, om dat onderdeel te maken van je processen en van je cultuur, van je organisatie, dat heeft wel wat tijd nodig. En zoals Raf ook kan beamen, voor zover ik Raf daarover gesproken heb, heeft dat bij de overheid een 3 tot 5 jaar geduurd. En je hebt die tijd dus echt heel hard nodig. Dus je kan maar beter zo snel mogelijk beginnen, liever gisteren dan vandaag, om ervoor te zorgen dat je langzaam maar zeker dat binnen je organisatie zorgt dat het op de juiste plek, op de juiste manier komt. Een van de dingen is, als je wil aangeven dat je website voldoet, dan moet daar ook bewijs bij worden geleverd dat die claim, dat die klopt. Ja. Dan moet je daarvoor een terzakenkundig bedrijf inhuren. Die hebben het op dit moment zo moeilijk dat je pas waarschijnlijk in maart of april pas aan de beurt bent. Zijn jullie nou dat wiel helemaal zelf aan het uitvinden en doen ze dat nou bij al die andere collega's ook? Of is er af en toe ook nog ergens een afstemming? Nou, het is heel goed dat je het vraagt. De betaalvereniging zelf die heeft een workshop georganiseerd. Dat was begin dit jaar, als ik het goed uit mijn hoofd weet, was dat 22 januari door de Nederlandse Bank. En daarbij is eigenlijk gekeken binnen de financiële sector wat ze allemaal doen op het gebied van toegankelijkheid. En het bleek dat de sector behoorlijk wat doet, maar dat de activiteiten niet altijd afgestemd plaatsvinden of onduidelijk worden gecommuniceerd. Nou, naar aanleiding hiervan heeft de betaalvereniging contact met ons opgenomen en gevraagd of wij willen gaan nadenken of het een goed idee was om een werkgroep inclusiviteit en toegankelijkheid op te zetten. Nou, daar is dus ook een nieuwe werkgroep uit ontstaan. En ik ben ook heel erg blij dat er meer dan 200 mensen hebben meegedaan aan dit webinar. En wat we wel missen dit jaar is de pre-party, intermediate party en after party. Hou ontzettend veel oog op Olaf Schrijpers en mevrouw van Schaik en op al die andere 2,5 miljoen mensen die wel willen betalen, maar niet kunnen betalen. En die dat moderne gedoe niet kunnen volgen. Die lekker houden wets met geld en papieren, overschrijvingen en zo. Mijn moeder die gebruikt die hoor, zeker. Op dit moment zijn we boven de 60, dus dat gaat heel erg goed. En zien we dat nummer 1 nog steeds is dat de leden niet de concurrentie aangaan, maar samen optrekken. En nou, dat is het makkelijkste denk ik om in te vullen. Daar gaan we zeker voor zorgen. Dus daarmee is zeg maar het platform voor discussie over al die uitdagingen gevormd. Nou, ik zou vooral willen zeggen, blijf doorgaan met de goede dingen die jullie doen in die betaalpolder. Ik noemde dat woord net ook al in mijn betoog. Het is heel Nederlands, maar tegelijkertijd het werkt heel erg goed. En door alle partijen die met betalen bezig zijn, die daar hun brood mee verdienen, om die samen te brengen, om het betalingsverkeer in Nederland op een hoger plan te brengen. Ik denk dat dat een heel belangrijke taak is van de betaalvereniging. En dat heeft ze de afgelopen 9 jaar laten zien. En ik hoop dat ze dat ook in de toekomst kan laten zien. Nou, de bitterbal, daaraan hebben wij het poldermodel te danken. Mijn naam is Donald Piras en ik wens u nog een hele fijne dag. Iedereen betaalt. Ja. Een platform waar informatie opkomt over toegankelijkheid, waar je kan doorlinken, waar je ziet welke initiatieven worden genomen. Dus dat is echt een mooie toevoeging aan de transparantie op dit gebied. Ja. Ik zie dat Nederland het wel echt graag wil doen, dat alle partijen met elkaar samenwerken. Maar dat er ook nog ongelooflijk veel uitdagingen zijn. Want digitalisering gaat diep in de samenleving. En die moet voor iedereen eigenlijk gewoon toegankelijk zijn. Nou, ik heb de sprekers geïnterviewd op afstand. Hoe goed wij het als Nederland eigenlijk doen
Ik maak deel uit van het team Digitale Inclusie. Dat is een groep collega's die zich bezighouden met het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen meedoen in de digitale wereld. Geen uitzonderingen. En binnen dat team ben ik actief op twee onderwerpen. Dat is digitale toegankelijkheid en het centraal stellen van de behoeften van de gebruiker bij de ontwikkeling van nieuwe informatieproducten en diensten. Het team Digitale Inclusie is werkzaam in zijn geheel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus het zijn directe collega's. En we houden ons als team bezig met allerlei zaken die te maken hebben, praktische zaken die te maken hebben met hoe voorkom je dat mensen worden buitengesloten en hoe zorg je ervoor dat iedereen kan meedoen. Ik hou me dan bezig met een technisch onderwerp als digitale toegankelijkheid. Er zijn ook collega's die zich bezighouden met bijvoorbeeld het gebruik van duidelijke taal. Met de omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen niet kunnen meedoen. We hebben het al gehad vandaag bij de betaalvereniging ook over situaties waarbij mensen echt moeite hebben om digitaal te gaan bankieren. Terwijl ze hun hele leven dat al gewoon met een papieren proces hebben gedaan. We houden ons ermee bezig dat de dienstverlening van de overheid eigenlijk zodanig wordt ingericht, is dat ook niemand wordt buitengesloten. Dus niet alles gaat digitaal. Digitaal wordt wel de komende jaren natuurlijk eigenlijk de standaard. Hè, want je ziet dat daar heel veel voordelen aan verbonden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het digital by default is. Hè, of digital by default wel, maar niet digital only. Hè, dus niet enkel digitaal. En daarvoor wordt ook bijvoorbeeld de Algemene Wet Bestuursrecht aangepast om ervoor te zorgen dat ook geborgd wordt dat dienstverlening nog steeds mogelijk moet zijn via kanalen die, waar mensen nu ook nog sterk van afhankelijk zijn. Mijn naam is Eva Westerhof. Dit is mijn naamgebaar. En ik ben expert op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Met betalen ervaar ik geen problemen als dove zijnde. Maar wat bijvoorbeeld wel lastig is, is als ik mijn pasje kwijt ben. En ik moet daarvoor hulp vragen om te bellen, om hem te laten blokkeren bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat kan nog steeds niet. Dat mag niet via e-mail, want het gaat privé. En bellen lukt dan niet. Dus dat is lastig. Ja. En verder ben ik behalve doof ook nog slechtziend. Dus ja, dan is betalen soms lastig. Het wordt heel langzaam iets beter en er komt meer aandacht voor. Dus heel fijn dat het congres dit jaar thema toegankelijkheid heeft. Maar eigenlijk is het al te laat, hè. Die problemen, daar lopen mensen al heel lang tegenaan. En iedereen moet gewoon zelfstandig kunnen betalen. En iedereen moet betalen. En het is bijna een eerste levensbehoefte. En het is al heel lang zo dat banken daar niets mee hebben gedaan. Ik ben een tijd geleden in Amerika geweest en daar was het echt ontzettend goed geregeld. Websites zijn toegankelijk. In de banken voel je je welkom. Bijna iedereen kent wel wat gebaren, zodat je je meteen welkom voelt. En dat is in Nederland gewoon niet zo. Ook in Engeland is het bijvoorbeeld veel beter geregeld. En Engeland is zo dichtbij, maar het is een enorm groot verschil. De problemen waar mensen die blind of slechtziend zijn tegenaan lopen is het fysieke betalen in de winkels. Dan heb ik het over pinnen. Want ja, zij moeten een bedrag pinnen, maar zij kunnen niet op de terminal zien welk bedrag zij pinnen. Dus dat is vervelend. Er zijn mensen die... Ja, die denken, nou ja, het zal wel, ik vertrouw het wel. Maar er zijn ook mensen die daar moeite mee hebben en terecht. Ja, en verder het online betalen. Dus soms is er een probleem met de toegang. Of het autoriseren van opdrachten, wat niet erg makkelijk is. Bijvoorbeeld omdat het slecht leesbaar is. Of dat er een QR-code vereist is. Die kan ook niet gelezen worden. En soms zitten er bugs in of zijn er andere problemen waardoor je gewoon een bepaalde functie niet goed kan doen. In Nederland is relatief het betalingsverkeer goed geregeld in zijn algemeenheid. Maar het is wel zo dat mensen die een beperking hebben meer problemen ondervinden. Veel meer problemen ondervinden dan de mensen die geen beperking hebben. Ja, en daar moet echt nog werk verricht worden. Nou, de richting die we uitgaan is dat het wel steeds beter wordt. Een jaar of 10, 15 geleden is de app gekomen. Nou, dat is al er ging een wereld open voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dat is natuurlijk geweldig.
Maar ja, je ziet nu dat er steeds meer gedigitaliseerd wordt en steeds meer op de app of in internet bankieren beschikbaar komt. Maar dan moet het ook wel toegankelijk zijn. En als het niet toegankelijk is, dan heb je er niks aan. Dus daar moeten we echt vaart, daar moet echt vaart voor gemaakt worden. En ja, ik ben ook wel blij dat er wetgeving is. Er is sowieso de wetgeving voor het niet uitsluiten van gehandicapten en mensen met een chronische ziekte. Dus feitelijk is iedereen al verplicht om rekening te houden met mensen die blind of slechtziend zijn of een andere beperking hebben. En er komt natuurlijk ook de Europese wet aan, die in 2025 van kracht wordt. Dat is een heel proces. Het heeft al lang geduurd voordat die wet er was. Die is in 2019 aangenomen in het Europese parlement. In 2021 moet die wet in de lokale, in de landelijke wetgeving verankerd zijn. En dan hebben bedrijven nog een aantal jaren de tijd om het vervolgens in te vullen en het waar te maken. Er zijn inderdaad best wel wat mensen met een beperking, 20% ongeveer. En ik denk dat het voor een deel goed geregeld is, voor heel veel van die mensen. Op allerlei mogelijke manieren en banken doen daar ook vreselijk hun best voor. Maar ja, met de voortgaande digitalisering blijft dat wel een uitdaging. Dus het blijft een uitdaging om die mensen mee te nemen in die nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het ook zo dat een groot deel van die mensen die betaalt met bankbiljetten, betaalt met contant geld. En dat is voor ons dus ook een belangrijke reden om te zeggen dat contant geld nog wel even in de lucht moet blijven. Ja, de digitale euro, dat is nu een project waar heel veel centrale banken in Europa, maar ook in de wereld over aan nadenken zijn. Ik noem het ook wel eens het digitale bankbiljet. Ik denk dat het er ook zeker gaat komen, wanneer weet ik nog niet. Niet misschien gelijk ter vervanging van bankbiljetten, maar op termijn zou dat wel kunnen. En het belangrijkste is, als je gaat nadenken over zo'n product, dat je van meet af aan, dat je ook die mensen met een beperking meeneemt in het ontwerp daarvan. En ik denk dat dat de sleutel is om dit ook succesvol te maken en ook voldoende toegankelijk te maken. We hebben in Nederland nu zo'n 280.000 mensen met dementie, waarvan 70% gewoon thuis woont. Mensen met dementie, die lopen tegen heel veel betalingsproblemen aan. Ja, een beetje de meest voor de hand liggende is natuurlijk de pincode. Wat is mijn pincode? Het is een hele, een veel voorkomende. Een ander groot probleem is ook van, met welk pasje moet ik nu eigenlijk betalen? Of ook helemaal de grip kwijtraken op de financiën in het algemeen. De betaalinstellingen, banken, maar ook zeker winkels, overal waar maar toonbankbetalingen plaatsvinden, ja, die doen er goed aan om te leren hoe je dementievriendelijk bent. Dus hoe je omgaat met mensen met dementie. En ja, dat is eigenlijk heel simpel. Er is een ezelsbruggetje voor goed omgaan met mensen met dementie. En dan staat de G voor geruststellen, de O voor oogcontact maken, de E voor even doorvragen en de D ook echt voor dankjewel zeggen. Eigenlijk komt het erop neer, zie mensen staan, geef ze even de tijd en de rust en vaak helpt dat al. Om Nederland nog dementievriendelijker te maken, zou ik sowieso willen dat alle banken echt hun best gaan doen om hun mensen een training dementievriendelijk te laten volgen. Ik zou willen dat er vanuit het betalingsverkeer ook na wordt gedacht over innovaties vanuit dat dementievriendelijke. Hoe dat ook met het digitaal verkeer, betalingsverkeer wat steeds meer komt, om dat ook mogelijk te maken. En de derde, dat is eigenlijk van dat we allemaal, dus iedereen in de buurt ook echt oog blijven hebben en krijgen ook voor mensen met dementie. Voor mensen die digitaal vaardig zijn en zich goed kunnen redden, is het in Nederland uitstekend geregeld. Maar voor een hele grote groep mensen die niet in dat gemiddelde plaatje vallen, is het bijzonder slecht geregeld. En dat is niet opzettelijk, maar gewoon omdat we het niet zien. Ik ben in dat opzicht wel blij dat er het gremium met het MOB is. Zodat partijen, alle betrokken partijen, elkaar zien. En dat gaat ook constructief. Maar het gaat net als alle veranderde trajecten langzaam. Ik zou, als ik minister-president was, dan zou ik richting de banken en specifiek het betalingsverkeer willen zeggen. Zorg dat alle dienstverlening die je hebt,
dat je die op zijn minst zeg maar op het kwaliteitsniveau houdt waar je het nu hebt. Zorgt dus ook dat als je bijvoorbeeld locaties of kantoren sluit, dat je daar een volwaardig alternatief voor maakt. En werkt daarnaast ook toe naar richting 100% inclusief betalingsverkeer. In de missie van de betaalvereniging heeft toegankelijkheid altijd een belangrijke rol gespeeld. Ik moet zeggen dat we ook als denk een van de weinige landen in Europa het convenant basisbankdiensten ooit hebben ingesteld. Waarbij iedereen een betaalrekening krijgt. Iedereen. En die 100% inclusiviteit is tamelijk uniek. Het probleem is nu dat we tegenaan lopen dat de toegang tot die rekening of het gebruik van die rekening wat problematischer wordt. Omdat we steeds meer digitaal gaan werken. Ja, en daar lopen mensen tegenaan. Het is ook een call for action om nu actie te nemen. Wat ik vaststel is dat we nu vandaag dit congres hebben gehad. Dat er veel onderwerpen naar voren komen die we kunnen oppakken. We hebben daarom ook, omdat banken hier ook tegenaan lopen, er is wetgeving. De sector wordt aangesproken begin dit jaar besloten om een werkgroep inclusiviteit en toegankelijkheid te gaan oprichten. Om als voorportaal van het MOB met de leden en de stakeholders ons huiswerk te doen. Om te zorgen dat die toegankelijkheid op een hoger plan komt. In die zin was het wel verbazingwekkend dat in de Accessibility Act staat dat er een werkgroep is van stakeholders die over dit soort dingen kunnen praten. Dat ik van de commissie te horen kreeg, ja, daar beginnen we pas eind 2022 mee, want dan is de wet in nationale wetgeving omgezet. Ja, maar je moet je realiseren dat als je dan in 2025 gereed wil zijn, dat je 3 jaar hebt. Ontwikkeltrajecten duren soms 5 jaar. Hè? Dus dit is al, lijkt al tot op een achterstand te leiden. Dus ik ga nu in de slag om te zorgen dat we dit veel sneller van de grond krijgen. Je moet dit ook geleidelijk aandoen. Hè? Dus als je een product ontwerpt, dan moet je meteen al gaan nadenken over de toegankelijkheidscriteria die daarvoor gelden en ook meteen implementeren. En dat is niet in het verleden niet bij alle producten gebeurd. Dus je moet nu een inhaalslag doen om op dat niveau te komen. En van daaruit kan je dan weer mutaties in zo'n product makkelijker aanpassen. Dus je hebt nog wel, er is nog wel wat huiswerk. Op een aantal punten is het goed geregeld, maar een aantal andere niet. Ontzettende hoop geleerd op het gebied van toegankelijkheid van betalingsverkeer.